Welkom bij een nieuwe editie van de Piepshow. Die vandaag um, ja, voor een groot deel in teken staat van PlayStation. Want PlayStation heeft uh, gedurende de afgelopen week uh, de jaarcijfers bekendgemaakt over 2021. En um, een vooruitblik gegeven. Want dat hoort er altijd bij. Als je met aandeelhouders praat, moet je ook altijd je vergezicht laten zien. Voor 2022, 2023. En veel verder. Um, qua money-wise, vrij simpel. Gaat gewoon eigenlijk hartstikke goed. Ondanks dat ze natuurlijk te weinig verkopen. Wat ze zouden kunnen verkopen. Uh, zijn ze uitermate winstgevend. Um, dus dat is goed nieuws. Um, ik heb ook wat beeld van. Uh, deze jaarcijfers laat ik dan even zien. Uh, ja, dan zie je in dus dat uh, ja, ze, ze, ze groeien gewoon lekker. En dat is natuurlijk het verhaal wat ze willen tonen. Van uh, record earnings in transition year. Het is natuurlijk een. Ik, ja, het is een overgangsjaar. Alhoewel PlayStation 5 is natuurlijk al wat langer dan een jaar in de markt. Is die een jaar in de markt? Ik schrik ervan, maar inderdaad, ja. hij is een jaar in de markt. Ja, ja nee, precies. Um, er wordt ook uh, wat winst gemaakt op de PlayStation 5, dus dat is allemaal uh, goed nieuws. Er is ook nog uh, een kleine kanttekening: ja. uh, de yen staat relatief laag, die is weggezakt ten opzichte ja. van de euro en de dollar. Um, uh, wat, je daardoor, wat je daardoor krijgt, is dat PlayStation meer Jens binnenkrijgt. Dus een PlayStation 5 kost overal uh, ter wereld ongeveer hetzelfde bedrag. Dus mm -hmm. uh, weet ik wel, 500 of 600 euro. Dus dan krijgen ze 6500 dollar, bij wijze van spreken, als ze een PlayStation 5 in Amerika verkopen. Daarvoor krijgen ze nu gewoon meer yen. Ja, dus dat draagt bij aan een positief bedrijfsresultaat. Nee, absoluut. Ja, nee, het zijn gewoon goede cijfers. En dat had ook heel slecht geweest als het geen goede cijfers waren. Want we hebben natuurlijk die 2021, was nog de periode. Dus mensen kochten meer games. Ik bedoel, de PlayStation 5, als je er is, dan is die ook gewoon meteen verdwenen. Dus logisch dat dat gewoon. Goed gaat, ze hadden alleen veel meer winst kunnen maken als er veel meer PlayStation 5's waren geweest. En games, wat dacht je van de games? En, en games dat is natuurlijk het grote probleem dat zij niet uh, hun grote titels hebben kunnen uitbrengen uh, op, op uh, Horizon na dan. Ja. Maar goed, dat. Um, ik, 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 ja, je ziet het niet echt terug. Misschien dat daardoor ook, ik weet niet helemaal hoe dat zit, maar dat misschien de kosten voor het, develop, het development van een bepaalde game ook worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Want ik zou me voor kunnen stellen. Dat als um, je ze maken nu gewoon heel veel kosten voor, mm -hmm. voor de development van de nieuwe games. Die games komen niet uit. Ja. Er staan geen inkomsten tegenover. Ja, hoe ga je dat recht? fietsen in de boeken, um, dat is de vraag en ik, ik heb niet een hele jaarverslag verslag doorgeplozen. Nee. Uh, ik kijk nu naar dit staartje van jou, dus ik heb geen idee of ze dat... Nee, um... nou ja, kijk, ik bedoel, als je, als je heel kritisch gaat kijken, dan, dan kun je zeggen van, als je kijkt naar Playstation 4, aan, naar de operating income, weet je wel, dan, dan, dan is het eigenlijk best wel een, een soort van, van hoek, weet je wel. Het gaat gewoon echt best wel goed omhoog en de laatste jaren met de Playstation 5 zie je dat die, dat die groei eigenlijk gewoon... Niet heel erg omhoog gaat, maar gewoon een beetje, soort van gelijk blijven, weet je. Nou, daar zou je van kunnen zeggen: van ja, de bedoeling is natuurlijk wat ze willen is dat het gewoon door blijft lopen in die hoek, maar dat dat lukt niet echt. En dat heeft alles te maken natuurlijk uh, met het feit dat ze niet meer PlayStation 5's kunnen verkopen dan ze hadden kunnen doen. Ja. Um, maar goed, dat is wel een heel groot probleem. Hè? Ik bedoel, als je kijkt, ja. uh, um, laat ik zo zeggen, ze zitten. Um, ja, wat je nu niet verkoopt. Je weet niet of je dat volgend jaar verkoopt. Omdat de wereld kan in elkaar geknald zijn. Precies dat. Maar dus ook ja, als je ja. bijvoorbeeld naar de Playstation 4 kijkt. Dan zie je dat er een duidelijke stijgende lijn is tot pak een beet 2018. Daar zie je dat ze een topjaar hebben gehad. En dan ja. wordt er eigenlijk alweer een beetje voor gesorteerd uh, voor de release van de Playstation 5. Mm -hmm. um, maar je moet wel die groei mee kunnen pakken. En het is wel zo dat Playstation 5 nu blijkbaar veel meer omzet doet uh, dan, uh, dan Playstation 4, is zeker in zijn, uh, in zijn beginjaar. Um, maar je dat wil niet zeggen dat die lijn ook zo explosief naar boven nee, nou doorloopt. Ja, nee, het is net niet gedetailleerd genoeg en ik ben net niet een, uh, 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 te dat ik echt helemaal in die cijfers ga zitten. Uh, kijk, de prijs van games zijn ongeveer met 10 dollar omhoog gegaan in die tijd, wat je dat, dat draagt er allemaal bij. Um, er staat ja, weet je, ze zijn zit ook in de PC-markt die best wel lekker draait. Dat zorgt ook voor heel veel geld. Ze gaan de mobile markt op, dus er zijn meer inkomsten dan alleen in de PlayStation 4, PlayStation 3 tijdperk, dus ja. Er wordt nog steeds winst gemaakt. Je kunt natuurlijk zeggen, we, zijn, we hebben nog nooit zoveel inkomsten gehad. Alleen je ziet wel duidelijk dat de groei, die behoorlijk expens, exponentieel was, die echt zo ging, nu een beetje aan het afkalven is. Ja, nou, en, met en dus, name, ja. kijk, je, dat, dat zie je niet aan deze cijfers. Je weet niet welk percentage uh, of, of, of voor in hoeverre de PlayStation 5 verantwoordelijk is voor deze cijfers. Ja, je kan ook nog PlayStation 4 eronder zitten, inderdaad. Nee, nou, ja, ja de, kijk, die PlayStation 5 zijn er niet. Uh, nou. Daarvan zijn er volgens mij 20 miljoen verkocht, zoiets. Dat is alles wat ze hebben kunnen uh, nou minder 17. Maar, oh ja, 17 miljoen. Nou goed, dat is relatief weinig. Ja. Dus het het maakt geen zin om de aanname te doen dat ze met de PlayStation 5 in 2021 uh, meer omzet hebben gedraaid dan met de PlayStation 4 in 2018, bij wijze van spreken. Dus de kans is groot dat in 2021 nog een heel groot gedeelte van de omzet op de PlayStation 4 heeft plaatsgevonden. Maar hoe dat er exact uitziet, exact. Nou ja, goed, dat, dus, dat is nu. Maar een dat lastig. is uh, dat, dat elk bedrijf wat uh, jaarcijfers financiert, die heeft mensen in dienst die maar één opdracht krijgen, zorgt ervoor dat mijn cijfers er zo mooi mogelijk uitzien. Ja, maar, maar het is aan, aan de uh, investeerders en de aandeelhouders om die cijfers om die uit bedoord. te pluizen. En eigenlijk ook aan uh, journalisten als wij en dat ja. hebben we verder niet gedaan we hebben alleen maar naar deze tweet gekeken. Nou ja, precies dat dat. Zoals dat, de goed journalist ook betaamt hè ik bedoel die <laughs> alleen... diepgang ik ja bedoel... fuck die. Nou ja, kijk daar daar ben ik dan net niet specialist dus ik, ik vind dat ook uh, denk dat er mensen zijn die dat beter kunnen um, uh, games industrie heeft wel een heel artikel gemaakt waarin ze op alles zijn ingegaan um, ik vond namelijk de toekomst vind ik interessanter omdat ik 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 heb nu zoiets van um, er zijn aanwijsbare problemen. Ik bedoel, dat is de, 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 de chipverkoop, die gewoon fucking moeilijk is. Uh, zeker voor Sony, die wat achteraan loopt uh, binnen die race. Want Microsoft die, die wil bijvoorbeeld mm. meer betalen, blablabla. Bla, bla. Um, de Game Pass die, die eraan komt. Um, maar, maar dat is toch ook toch ook. Nee, ik ben geïnteresseerd erin van oké, okay, jongens, we staan nu hier en nu komen de moeilijke tijden. Wat is jullie, ja, wat is jullie toekomstbeeld naar de komende jaren toe de bedreigingen. Die er zijn uh, vanuit uh, inderdaad de. Uh, maar ook uh, de. Hè, vandaag was weer een beetje het nieuws dat Apple dan toch wel de meest gegarigde is om je te kopen. Nou, dat zijn allemaal ja. aanvallen op. Of het wel of niet waard was. Er is nog verder niks bekend over. Maar goed, stel dat. De Game Pass, de situatie. Uh, de inflatie, de crisis die eraan komt. De chiptekort. Hoe gaan ze de komende tijd aanpakken om te zorgen dat dit vlaggenschip wat PlayStation heeft heet, dat dat blijft gaan drijven. En, maar, maar wacht even, jij, ja. wat denk je dat de aandelenkoers heeft gedaan... na de bekendmaking van deze cijfers? Nou ja, goed, het is heel simpel, dat moeten we dan even gaan zoeken. Maar wat denk je, voordat je het opzoekt, wat denk je? Is de, zijn deze cijfers positief geïnterpreteerd of negatief geïnterpreteerd? Um, ik denk dat het wel met het totaal verhaal te maken heeft. Dus wie weet moeten we dat nog even opsparen. Want, want ze hebben veel meer gezegd. Dingen die ik veel malen opmerkelijker vond. Oké, dan denk ik. Want dan? ik denk niet dat ze alleen hierop kijken, maar dat ze ook kijken: natuurlijk, van oké, okay, wat gaat er nu gebeuren de komende tijd? Het is all good, ja. maar de komende jaren, dat is toch best wel gie giezer. Nou goed, um, een ander plaatje wat ik je even wilde laten zien: um, ja, dit, dit is natuurlijk gewoon uh, de, de kurk waar ze nu op drijven. Games, Hè? Uh, nou, dat doen ze altijd weer zo typisch: play, PlayStation Games have never been better. Dit roepen ze al vanaf 1980. Weet ik veel, 86 bij wijze spreken. Is Hogwarts Legacy een, 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 een... Timed exclusie. Het zijn allemaal ah, timed, okay. weet je wel. Ja, uh, Avatar is ook timed. Dus blijkbaar, uh, ze hebben ook tot 2025 de marketingrechten voor... Uh, uh, Modern Warfare dat was al vastgelegd voor de verkoop. En Microsoft heeft gezegd: wij gaan het respecteren, we gaan daar verder niks aan doen. Waarom zouden ze ook lekker? Um... Maar dat maar timed. Zoals dat dan is er een van de DLC is timed. Nee, nou ja, je, dit, die... dit, dit is wel waar ze op dit, dit, een beetje op drijven. Maar ik wil er nog niet eens te diep op ingaan, want dat komt een beetje aan het eind. Maar in ieder geval, uh, dit zijn de games die gaan kopen: uh, Spider-Man 2, Wolverine. Ik weet niet of die dus in 2022 gaan uitkomen. Er zijn nog niet echt harde data. Nou, voorspoken Final Fantasy 16 Avatar, moet je van afvragen of dat wat gaat worden. Hogwarts uh, heeft zeker potentie. Ik, ik ben psyched voor Hogwarts hoor. Ja, nou ja, goed. Dus nee. daar zitten zeker goede games bij Ik denk ook nog steeds wel dat ze kak games uh, uh, goed bezig zijn. Ik bedoel, hier zit denk ik ook geen bullshit tussen voor jou, boos. Dus dat geldt dan ook weer. Uh, geen Last of Us. Wat is voorspoken? Uh, ja, Square Enix. Ah, oké, okay, oké. Okay. Uh, Final <laughs> Fantasy Gezondheid. Even kijken. Uh, maar nu denk ik... even kijken, want ik weet ook precies... Ja, ga ik even terug hier naartoe... Uh, wordt het um, interessant. Um, waar gaan ze die inkomsten uithalen? Want wat willen aandeelhouders? Die willen... Uh, dat moet alsmaar omhoog gaan. Dus heb je, heb, je, heb je jaar 1, heb je de 10 euro... dan moet volgend jaar moet dat 15 euro zijn... en dan het jaar daarvoor moet je 20 euro verdienen... en zo moet dat doorgaan. Hoe gaan ze dat doen? Vanaf 2025... vanaf 2025... hou je vast, boers. Moet uh, 50% van alle inkomsten die PlayStation maakt komen uit PC en mobile gaming? What the fuck? <racht> Waarom yes. Dat hebben ze bedacht omdat ze weten dat die chiptekorten nog jaren aangaan. Uh, hebben ze ook net. Nou, laat ik hem meteen pakken. Uh, hij heeft ook gezegd: in 2023 zijn de tekorten van de PlayStation voorbij. Dat vind ik een hele gewaagde uitspraak. Omdat we. Ja, ik, ik heb geen glazen bol. Ik heb het nog eens gecheckt op Marktplaats, maar ik kan hem niet vinden. Ik weet niet wat er volgend jaar gebeurt aan... Ik wel, de, die chiptekorten gaan gewoon door. Nou, okay. Want de dus... Playstation is niet de enige die dat mee te maken heeft. Nou, als nee. je naar andere bedrijven kijkt, bijvoorbeeld uh, de auto-industrie of telefoonmakers, ja. die zeggen allemaal, we hebben grote chiptekorten, die worden niet binnen afzienbare tijd opgelost. Dat is niet volgend jaar weg, uh, misschien 2025. Maar de enige uh, manier waarop dat weggaat, mm -hmm. is dat er uh, geen er meer in Taiwan plaatsvindt. Dus als China besluit Taiwan binnen te vallen, dan is dat, reken maar dat de chiptekorten nog vele malen erger worden. Ja. Um, de, de, de supply issues met China moeten opgelost worden. Dus moeten gewoon de containerprijzen moeten weer uh, uh, 1500 dollar zijn voor een container naar, uh, naar Europa bij wijze van spreken. En er moet gewoon een aantal chipfabrieken bij. Nou, die worden nu ge foundries, zoals dat heet. Er worden een aantal gebouwd. Er wordt er eentje in Amerika gebouwd. Uh, er wordt er ook eentje in Europa gebouwd. Iedereen wil ze hebben, maar het kost ja. jaren. En wat je ziet bijvoorbeeld een ASML, dat is zo zo'n Nederlands bedrijf. Mm -hmm. bouwt dan de, de Foundries, dus die bouwt eigenlijk de apparatuur waarmee die chips gemaakt worden. Uh, die, nou ja, goed, die zit gewoon tot aan 2030 vol met, uh, uh, met, met bestellingen. Nee. Dus ja, dat wordt gewoon, het wordt gewoon een heel lastig verhaal. Weet je, ik bedoel, er zijn niet genoeg bedrijven die die chips kunnen maken. En voordat dat probleem is opgelost, zijn we echt jaren en jaren verder. Nou, ja, ik, 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 ben, ik ben het helemaal met je eens. Um, zolang in Azië nog steeds landen zijn die bij drie griepgevallen het hele land dichtgooien, uh, denk ik dat we deze issues sowieso nog niet hebben. Uh, inflatie. Uh, er kan van alles nog gebeuren. Dus zomaar roepen dat het in 2023 al dat het helemaal in orde komt, vind ik Link. Ik snap wel, hij moet dat roepen. Want op het moment als hij gaat roepen tegen zijn aan de helft. Ja, 2023, ik, ik zou het niet weten of het dan wel lukt. Dan heeft hij een probleem. Dan gaat de aandeel wel omlaag. Want dat is natuurlijk pijnpunt. Want uh, als er niet genoeg PlayStation 5's worden verkocht. Worden er ook weer niet genoeg games verkocht. En daar draait. Playstation. Ze hebben geen, ze hebben geen terug, ze hebben geen gamepass. Ja, niet, maar, maar dat, maar dat is het ding. Ze willen dus wel met een soort gamepass komen. maar nou ja, anders, anders ga je niet. Exact. 50% op uh, PC en mobiel uh, draaien. Exact. Dat is dus van. Uh, ze hebben dus blijk, blijkbaar door. En hij zegt het ook vrij letterlijk, want hij zegt dus in dat artikel wat, uh, wat je kunt zien. Uh, by expanding to PC and mobile, and it must be said. Also to live services. Ze willen twaalf live service games de komende drie jaar uh, in, in de wereld zetten. Uh, we have the opportunity to move from a situation of being present... in a very narrow segment of the overall gaming software market... to being present pretty much everywhere. Mag ik een voorspelling doen? Jij? Nou ja, je mag zeker een voorspelling doen. Dit is het begin van de ondergang van Sony Playstation. <laughs> Die <laughs> heb je natuurlijk al een paar keer. Uh... Ja, maar maar neem ja. dit, dit is heel, heel, heel belangrijk. Want Sony is, um, Sony Playstation is de afgelopen... Um, wat is het? Dertig jaar bestaat PlayStation ja. nu zoiets. Echt heer en meester geweest in het um, in het in het hoe zal ik het zeggen in het um, immersive adventure genre. Mm -hmm. Weet je, dus dus de de, de uh, weet je de de uh, Helemaal in het begin had je de Tomb Raider games... die niet door Sony gemaakt werden, maar dat speelde je op PlayStation. Dat was zo logisch. Uh, toen kwam PlayStation met zijn eigen games, weet je. Helemaal tot aan Uncharted toe. Uh, Uncharted is natuurlijk een gigantische succesreeks geweest. En je zag gewoon van, ja, dat speel je op PlayStation. PlayStation was herenmeester daarin. En dat zijn ze nog steeds. Als zij nu besluiten om van dat model af te stappen... wat ze letterlijk doen, is dat ze van hun podiumplaats afstappen en in de mosh Pit gaan staan met alle andere uitgevers en indie-developers... die allemaal inmiddels veel beter zijn in hun kleine niche waar ze in zitten... of in een bepaald segment waar ze in zitten. En Sony moet gaan concurreren met al die gasten. Niet met eentje, nee, met mm -hmm. allemaal. Ja, ja. En dat is het probleem met, uh, met Sony Playstation. Is dat zij zijn de partij waar iedereen tegenop kijkt. Als zij zeggen van we gaan niet ons eigen ding doen nee we gaan doen wat de rest doet dan moeten ze beter zijn in alles wat de rest doet dat gaat niet lukken nee. we hebben dat al een aantal keer gezien Sony is bijvoorbeeld een hele tijd bezig geweest met um, die 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 mass online shooters weet je dat ze ja. hadden ze zelfs een game die heette mass of merk. Mac, ja, ja, ja. mac volgens mij zoiets we hebben het gezien met die um, God, hoe heet die andere franchise van ze? Die ze, met die. Uh... Resistance? Oh, nee, 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 Ook gesloten. Ja, zo inderdaad. Ja, zo Hebben ze het ook geprobeerd. En, um... Het lukt ze niet. Nee, nee. We hebben ze in het verleden gezien. Ze hebben ze in het sportgenre gewaagd. Weet je? Ja. We hebben volgens mij een keer een PlayStation voetbalgame ook gezien. En toen zijn ze een beetje bezig geweest. van, ja, moeten we dat zongen. Is het niet gelukt. zijn Ze ook weer mee gestopt. Ja. En met al die dingen, weet je, we hebben RPG's gezien van Sony. Uh, weet je, dat was dan niet van, van, van Sony PlayStation, maar Sony Online Entertainment. Ik ben even mm -hmm. de naam kwijt. Was het Ultima of zo? Ik ja, dat ja, Ultima zeg maar. Online. Dat bestaat ja. ook nog steeds wel. Maar, maar ja. goed, ook heel ja. erg in een niche. En dat is het ding. Als zij afstappen van dat ene, van dat zegt dat Uncharted, The Last of Us, van, van dat soort, van dat segment van Horizon, van die games. Ja. ja, op dat ogenblik ben je echt verloren, want je hebt de hele wereld tegenover maar, Dat ga je niet winnen. Klopt. Um, ik, ik ga nog even verder, want dan komen we uiteindelijk bij die discussie uit. Um, ze hebben namelijk nog wat aangekondigd en uh, in eerste instantie uh, um, um, ja, dacht ik, oké, okay. uh, ze gaan dus hun IP's gaan ze ook verfilmen of ver... Voor serieën. Er komt een Horizon bij Netflix, er komt een God of War bij Amazon. Er komt een Gran Turismo-serie of film. En um, eigenlijk, en um, ook nog acht, acht andere IP's worden er worden series van gemaakt of films. Dus. Maximaal het uitnutten, dat is wat, wat Jim Ryan's de tactiek is. Het maximaal uitnutten van elke IP. Waar kan ik nog wat geld verdienen Het moet op mobile, het moet op PC, het moet op het moet op de PlayStation 5, het moet live service, het moet, het moet een televisie zien, of het figurines van. Het moet. Maar ze hebben natuurlijk overal. Een eigen, ze hebben eigen media afdeling die is heel groot. Sony uh, ja. uh, uh, film is gigantisch. Dus het is niet meer dan logisch dat ze ook zelf uh, series gaan uh, ontwikkelen. Nee. Uh, ik denk dat ze ook hebben gekeken naar uh, The Witcher bijvoorbeeld. Uh, The, The Witcher was natuurlijk een succesvolle game gebaseerd op een boek. Dat boek is op een gegeven moment daar een serie van gemaakt. Die is ja. op Netflix gekomen. Toen die serie uitkwam en, en succesvol was... is de, de, de game uh, is gewoon weer heel goed gaan lopen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat zij zien van... Hey, die series zijn een goed middel om de levensduur van die franchises... Te verlengen, ja, ik, ik denk wel dat ze als ze, dit, als ze het verkeerd doen, dan krijgen we een soort van documentairetjes over hoe de game gemaakt is. En als ze het goed doen, dan krijgen we gewoon um, ja, series ah, nee, in het, dat het, universum. Het, het is wel echt wel Hollywood hoor. Ik bedoel, die van Horizon, dat wordt echt een 100 miljoen plus. Ding. Het, het worden echt dure uh, series. Gaan, overal gaan ze maximaal. Maar, in. maar het, wordt, het wordt een actieserie over in de wereld. We gaan, ja. we gaan niet op bezoek bij Guerrilla Amsterdam te kijken hoe die game gemaakt is. Nee, nee, nee. Het, 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 het zijn echt gewoon uh, de ja. Witcher-achtige projecten. En, en okay. nogmaals, dat kan heel succesvol zijn. Het kan ook uh, floppen. Waar ik uiteindelijk nu toe kom, is uh, ja, ze gaan full on voor mijn gevoel, Nintendo. Namelijk gewoon wat Nintendo al jarenlang doet... is gewoon uh, die IP's maximaal vermarkten... maar op een toffe manier, heel organisch... met, met amiibo's en figurines. En, en dan heb je uh, uh, Mario Land of hoe dat ook heet. Die pretparken, die komen nu allemaal aan... En op een of andere manier voelt dat nooit geforceerd aan. Want ze, ze blijven constant hetzelfde doen. Ze komen met nieuwe games. Met die nieuwe games komen weer wat nieuwe dingetjes erbij. Ja. En, maar, dat, maar dat komt bij hun ook omdat het, het lijkt wel alsof de community die trekt aan ze. Dus toen zij op een gegeven moment met amiibo's kwamen, had iedereen iets van: hé, hé, Eigenlijk doe je een keertje wat met, met fysieke toys. Met die ja. fantastische franchises van je. En, dus uh, zij, zij komen met de markt. Als de vraag, als de de, 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 de de vraag de is. Ja, precies. Ja. En ik heb heel erg het gevoel um, dat Sony uh, geld moet verdienen. Uh, dat dat niet lukt met de PlayStation 5, gewoon op dit moment. Dat ze voelen dat Xbox. Uh, toch wel lastig gaat worden met de game pass als de mainstream gamer doorkrijgt uh, dat ze straks ook hun third-party games uh, gratis kunnen spelen. Gratis op de game pass dat ze iets hebben van. Oh, ja, als dat die X-Cloud, daar zijn ze echt wel mee bezig dat je ook gewoon dat je dat straks in je Samsung TV kan streamen. En dat soort dingen, dat snappen ze dan van oké. Okay, wij gaan daar, wij gaan daar waarschijnlijk gewoon geld verliezen. Dat moet ergens anders vandaan komen dat ze nu al masse. Uh, gaan inzetten op, ja, dan moeten we zoveel mogelijk met die IP's doen. En ze hebben ook gezegd: we gaan nog zeker studio's kopen, dus dat komt er ook nog bij. Um, ik snap het, um, maar ik vind het niet vanuit een luxe. Want Nintendo heeft die luxe van: wij, wij maken mooie dingen. Oh, er is steeds meer vraag naar dingen. Nou, dan maken we er nog wat mooie ja. dingen erbij. Oh, dat werkt ook goed. willen u nog meer? Uh, wat willen u ook oh, dat? Maken we dat ook? Eens. Stap voor stap. En dit is: uh, het kan lukken, maar. Wauw, weet je wel, wie zal ooit hebben gedacht dat PlayStation voor 50% van mobiele en PC games afhankelijk is? Nee, maar dat gaat dus ook dat nooit is... gebeuren. Ja. Dat is gewoon het hele ding. En dat. dat... Ik moet je eerlijk zeggen, wij waren net zo kritisch op Xbox toen ze met Game Pass kwamen en zeiden van ja, we gaan ook naar PC toe. Ja. En uh, ze maar hebben... Xbox was zonder Game Pass was het weg geweest. Precies, ja, ja precies. Dus, dus ze moesten wat harder. Ja. Uh, maar daarom moesten ze ook wat meer in investeren. En ik, ik moet eerst nog maar zien dat Sony. Uh, net zoveel investeert in hun Game Pass uh, als dat Microsoft. Dat doet. Nee, nee, dat, dat, maar dat is dus duidelijk. Dus dat gaan ze dus niet doen. Ze, al deze dingen, die nieuwe dingen, die ga je niet. Op een gameplay. Ja, maar, 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 maar dan houdt het op. Kijk, je kunt. Ja, of, of het wordt een, een strijd van lang adem. En, en Microsoft trekt er over twee, drie jaar. Lukt het toch niet om het sustainable te houden? En dan gaan we weer terug naar de oude markt. Oké, okay, dat werkt dus niet. Ja, dan moeten we gewoon maar weer full price games. Ja, en dan is Sony en uh, Nintendo zijn wel specka. Want uh, Xbox kan niet dan weer zeggen. Oké, okay, ja, nu moet je weer full price. Dat, 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 dat die, die weg is weg. Nou, dat weet ik niet. Nee. Het, het hangt ervan af. Oh, kijk, ze hebben natuurlijk wel heel veel studios gekocht. Het gaat gewoon om ja. content. Als je content. Als je goede shit hebt, dan willen mensen ervoor betalen. En ja. Daarbij heb ik bij Sony nu uh, mijn, uh, mijn twijfels. Want als ik zo die lijst zag van die, van die merken die je liet zien, of die games waar ze nou, mee me eens. Ik vind het, het, het leuk hoor. New God of War, hartstikke tof. Maar ik zit er niet per se op te wachten. Niet dat ik het. Het niet, is geen Zelda of Mario. Precies, weet je. Ik bedoel, ik heb nog geen PlayStation 5. Nou, misschien ga ik hem niet spelen. Nou, ja. dan ga ik ook niet heel veel aan missen, denk ik. Maar misschien vergis ik me. en wordt het heel tof. En dan moet ik een PlayStation 5 hebben om die game te spelen. Nou, goed, zo. Ja, dat, dat is Ik vind het ja. Wat ik zo tof vind is dat Sony altijd zo goed was in nieuw met nieuwe shit komen en dat over de top goed doen. Weet je, net als dat ze met Ghost of Tsushima in de ja. tijd, weet je, ik echt iets van wow, dat was vet, weet je, met de eerste les. Of was tering, wat was dat goed? Dat is het niveau wat je verwacht. Maar oké, okay, misschien is dat wel een beetje scary of, of link om te zeggen, maar is het succes van PlayStation ook altijd geweest dat de de, de, de mainstream gamer, de casual gamer, die vooral de FIFA's en de, de shooters en, en, en uh, dat speelde, dat die altijd voor de PlayStation koos, omdat dat nou eenmaal de vetste, de coolste console was. Niet zozeer ja, maar, en, voor de games, van, want ik bedoel, nogmaals, alle respect hoor voor Horizon wat een 20 miljoen doet, of een, mm -hmm. uh, andere games die 10, 15 miljoen doen. Maar het is niet GTA, het is niet Call of Duty, het is niet FIFA. En die gamer die ging altijd naar de playstation toe ja. dus die die dachten niet eens aan die die zal nu misschien denken van hé, hey, maar wacht even uh, uh, FIFA kan ik straks ook dus gewoon uh, mogelijk dan als Game Pass steeds succesvol wordt gratis spelen daar ja dan uh, dan gaat het je aan. toch gewoon ik bedoel ik, ik, ja ja maar goed maar dat um, daar eh. zit daar zit voor mij het probleem van is zijn de de, de, de zij zeggen nu we gaan zelf dingen maken onze eigen content daar moet het om gaan draaien en die franchise die we hebben de god of wars de laatste die gaan voor markten. En daar vind ik ze minder sterk in dan Nintendo. Nou, ik heb nog bij hun nooit voorbeelden gezien van dat dat helemaal nee. goed uh, heeft uitgepakt. Nee. Dus ik bedoel, ja, misschien dat. Uh uh, dat daar een paar briljante geesten rondlopen die een fantastische concept hebben. Maar om heel eerlijk te zijn, ik denk tegenovergestelde, ik denk dat ze dat de druk is opgevoerd bij uh, Sony Computer Entertainment. En dat er nu uh, een aantal spreadsheet managers naar binnen zijn gewandeld. Die ze ja. zeggen, maar luister jongens, allemaal leuk en aardig, maar we willen resultaat zien. En dan zegt Herman Huls zich ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar we hebben geen PlayStation in in de winkel liggen. We kunnen onze nieuwe IP's nu niet uitbrengen. Want er is niet genoeg installed base om winstgevend te zijn. Ja. En dan zeggen de spreadsheet managers. Verzeer maar wat anders. Het, het is en dit is dit, zo, zo, ziet dat er dan. Maar het uit. is toch ook best wel een linker... Uh, een, 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 nou, mensen, er waren al wat mensen die de conclusie trokken uit het gegeven dat uh, Ryan zei 50% uh, van onze content en inkomsten en uit PC. Hij liet wat stats zien dat uh, Horizon had 2,5 miljoen verkocht op de PC. Deze heeft er bijna een miljoen verkocht op een PC. Dat mensen zo langzamerhand ook beginnen te denken, hey, wacht eens even. Dus, oké, okay, ik moet nu in anderhalf jaar wachten. Nou, als er zoveel, nou, wie weet wordt we dat straks een jaar, weet je wel. En op een gegeven moment denk ik, dan heb ik eigenlijk geen PlayStation 5 meer nodig. Ja. Dan ga ik gewoon lekker in de cloud zitten. Of op de PC en ik neem de Game Pass erbij en daar krijg ik die third-party games. Dus, dus aan de ene kant heb je dat wat sterk is, die PlayStation 5, die zet je eigenlijk een klein beetje in de schaduw van, maar we gaan ook steeds meer op de PC en de mobile doen. Het, het ja, het is, het is best tricky. Um, het nou, is ook ik, de enige manier wat ze kunnen hoor. Want, het wat... blijft maar dat voorbeeld van die wet van de remmende voorsprong. Weet je? Dat op het moment dat je de grootste bent, de beste bent, ben je, wordt je in slaap gesukkeld. Zeker? En je wordt ingehaald door bedrijven die met ja. de rug tegen de muur staan en die moeten gewoon innoveren. Ja. En daar kan onder die druk wordt alles vloeibaar. En op een gegeven moment komen daar dus de managers die wel visie hebben. Dat heeft bij Microsoft lang geduurd voordat er eindelijk een keer iemand ja. zat die het wel snapte. En nu, nu zit er iemand die het snapt. you <laughs> En boom, weet je, daar gaat het gewoon. Maar ja, dat is natuurlijk, hè, Jim Ryan versus uh, God, wie zat hier voornamelijk weer? Die andere kerel die nu weg is. Don, Don Metric? Nee. nee oh, uh, bij Playstation bedoel je? Ja, nou, in ieder geval, die heeft ook hij, hij is niet super kritisch, omdat hij ook wel weet dat dat niet, niet bon ton is om nou over zijn oude werkgever te hebben. leten. Ja. Um, uh, Sean. Um, maar die toch, ja, die, die zat heel erg op van, nee, we, we moeten gewoon games blijven maken, weet je. We, wij, wij maken die vernieuwing, die komt altijd bij ons vandaan. Laten we dat blijven doen indies, dat soort dingen. En Jim Ryan is gewoon veel meer van: hey, groei, 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 de, groter worden. Ja, uh, maar, en maar de, het verkeerd soort manager voor de games is dat dat zou en, best kunnen. Inderdaad. En die hebben we bij IE gezien. Die hebben we actief gezien ja. op een of andere manier die bedrijven blijven die fouten maken. En de enige die dat eigenlijk niet. Die heeft het wel. Is Nintendo. Die hebben het knappen. Maar die hebben die fout wel gemaakt met de Wii, met de, eigenlijk met de Wii. U. Dus ze hebben de fout gemaakt ja. met de Wii, dat ze dachten van oké, okay, we zijn nu zo groot, we hebben de mainstream bereikt. Mm -hmm. Dat is zo'n fabeltje waar die gasten in geloven. Dat er zoiets bestaat als, als mainstream. Wij, wij zeggen het ook wel eens om, de, ja. om eigenlijk aan te geven van, ja, er, er is een soort bijna ongeïnteresseerde doelgroep. Maar dat is niet zo. Weet Op je? een of andere manier, je hebt gelijk. Maar ze hebben wel een bepaald soort voelsprieten. Dat ze ook vrij snel door hadden van: oké, okay, dit, dit is niet goed geweest wat ja. gedaan en die zijn toen vrij snel al naar Maar sorry Switch maar daar, daar moest hij... nadat hij water gestorven was. Oké. Okay. Pas nadat hij water gestorven was is dat weer goed gekomen. Ja. En dat is ik bedoel ik hou van die man. Iwater heeft heel erg veel gedaan voor Nintendo. Ja. Maar dat is het enige wat hij niet goed heeft gedaan. Nee. Het is dat eigenlijk de traject met de Wii en de Wii U geweest. En zijn succes lag meer bij de bij, bij de Wii en bij de Wii U. Mm -hmm. Daar dacht hij van we gaan het nog een keertje maar maar die hele exercitie was één grote marketing blunder geweest. Ja. Die naam was kut. De Wii U was echt Totaal verkeerd in de markt gezet. Ja. En nou goed, dat is dat is echt jammer geweest. Maar goed, ja. nu uh, nu doet Nintendo het weer goed. En uh, uh, hopelijk blijven ze bij zichzelf. En al die uitgevers die niet bij zichzelf blijven, ze gaan allemaal weer kopje onder. Ja, dat en en uh, creatief durven te denken. Ik bedoel uh, niet dat ik per se per definitie vind dat Xbox nou zo creatief denkt. Alleen hun Creatieve gedachte was: laten we de game pass brengen en het gewoon eens helemaal anders doen. Het, het, maar dus wel, dat... wel vanuit hun eigen kracht. Want dat, kijk, uh, 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 okay. want, want dat is Microsoft namelijk. Microsoft heeft die datacenters. Ik bedoel, ja, de, ze staan in Nederland, ze staan overal ter wereld. Staan die gigantische energie slurpende datacenters. Wat heb je eraan? Dit heb je eraan. Dat is de reden waarom Xbox is wat het is. Ja. En uh, ze hebben dat ook verkeerd in de markt gezet met het Always on uh, de bakel wat ze hebben gehad. Maar het maakt niet uit. Ze zijn bij zichzelf gebleven omdat die die netwerkservice zo goed ja. is van Microsoft. Daardoor zijn ze bij zichzelf gebleven. Ik bedoel, uh, PlayStation gebruikt ook uh, Azure mm -hmm. uh, van Microsoft... Ja. Uh, voor, zijn, uh, voor zijn PlayStation Plus en alles wat online is. Het probleem is, als zo'n uitgever denkt van... hé, hey, dit is wat we kunnen... Uh, dit is wat we doen, maar het is niet goed genoeg. We gaan iets anders doen, we gaan kijken naar de concurrent. Wat doen die allemaal succesvol? Dan gaan we dat ook doen. Dan zijn ze dus niet blijven ze niet bij zichzelf, maar dan gaan ze focussen op iemand anders. Nee, en het maar... wordt altijd kut. Het is altijd slecht. Er zijn geen voorbeelden waarin nee. het wel werkt. Exact. En dat is een beetje het gevoel wat ik heb. Ik zie in die plannen die Jim Ryan presenteert, niks. Nieuws, niks creatiefs. Het is een beetje het nappappagaien van wat ik al overal heb gehoord van. Oh, weet je wel, we moeten service games hebben. Live is een service. Dat is een hit. Dus dat moet PlayStation ook hebben. Ja, weet ik. Maar je weet dondersgoed ook dat je kan maar één of twee live service games spelen. Uh, je speelt vaak de live service games die je al een tijd speelt. Zij moeten nog komen met shit. Ga er maar staan dat dat succesvol is. Ja. Uh, uh, we, moeten, we moeten series maken, want uh, mensen kijken allemaal naar series. Ja, dat snap ik ook dat iedereen naar series kijkt. Aan de andere kant zie je ook alweer een, een, een neerdaling daarin dat mensen ook. Een beetje klaar zijn. Bedoel, maar zeker met het slechte is, series. Ja, het Dat is het nappappagaaije van, van allerlei dingen die mensen al doen. Een beetje overal op inzetten. En hopen dat het al stiks. En... Ja, maar dat hopen, dat is, dat is altijd te vergeefs. En we zien het nu bijvoorbeeld op ja. Netflix ook gebeuren. Je zijn super groot geworden met fantastische content. Ja. Nu lukt het niet meer om die content nee. fantastisch te krijgen. En dan zie je gewoon van, oh, is je content niet heel fucking goed? Nou, dan hebben we HBO Max. Dan ja. hebben we uh, Amazon, dan hebben we Disney. En iedereen heeft zijn, zijn pareltjes klaarstaan. En er is voor, een, voor de consument zo fucking veel content om uit te kiezen. Dat Netflix gewoon wegvalt. Ja. En logisch. Want ja, ik dan heb er Netflix, Netflix ook op gezegd. Ehm... Ja. Ja, dat over dat nieuws. Um, er gebeurde deze, uh, deze week trouwens nog wel iets anders uh, rond PlayStation. Wat voor mij ook wel weer dat gevoel geeft. En sommige mensen kunnen me erom schieten. Maar communicatie, ik vind het nog steeds belangrijk. Als jij men wil dat gamers iets kopen. Dat ze achter je gaan staan. Uh, dan moet je communicatie goed zijn. Want op het moment dat je communicatie niet goed is. En je doet iets wat niet lekker valt. En je communiceert niet goed. Dan onthouden ze dat. Nou, PlayStation Plus, die nieuwe... Tears, ik moet het altijd goed zeggen, want ik zeg altijd Tears. De nieuwe Tears, die, uh, die zijn in Azië dus nu net uit. Ja. En um, al vrij snel, um, ja, social media natuurlijk, uh, was er hommeles. Want wat is er nu aan de hand? Um, het bleek dus dat als jij in de weken voorafgaand aan deze launch, uh, bijvoorbeeld een aantal PlayStation Plus pakketten, tegen korting had ingekocht. Wat kon. He, je ja. kan, uh, ja, tot een zeker moment. Ze hebben dat een tot een moment zeker opgeven. moment ja. Uh, en mensen stekken gewoon. Uh, ja. Dus die stekken gewoon voor 10 jaar Playstation Plus. Wat bleek nou. Dat als je dat had. Moest je uh, met terugwerkende kracht dat allemaal gaan bijbetalen. Wat kut. En mensen werden helemaal lijp. Het was gewoon volkomen onduidelijk. Uh, ze kregen gewoon de rekening gefactuurd. Uh, en uiteindelijk. Pas op de 25. dus Een paar dagen later kwam dus de reactie van PlayStation. Due to a technical error players in Asia who have previously purchased a PlayStation Plus membership at a discount have been incorrectly charged for their upgrading pricing. This error has been fixed and impacted players will receive a credit. We thank you for your patience. Dus het is allemaal nu gefixt, maar het duurde weer een paar dagen. Mensen in die paar dagen hebben ze naar PlayStation geappt, getweet, kwam geen reactie op. En ik krijg dan het gevoel, en gamers ook, als het een paar dagen duurt, ze proberen het uit. Ja. Ze zitten gewoon te kijken of het goed of slecht valt. Oké, okay, jongens, dit valt te slecht. Ja, Actie ondernemen. Het, altijd, ja. het, het, het hoeft niet zo te zijn. Ik verzin dit nu, maar dat is het gevoel wat je krijgt. En dat is communicatie. Als zoiets fout gaat, dan ja, dat mensen gaan stekken. Het is jullie eigen fout geweest dat jullie dat, dat, je, dat je hebben toegelaten. Ja. Dan is iemand slim geweest. Dan moet je niet met terugwerkende kracht gaan zeggen... ja, nou, dat mag niet, ik ga je nu alsnog extra... Nee, geef gewoon je fout toe. En ja, je hebt gestekt. dus prima. Nou goed, daarna waren er nog, maar dat is heel technisch... Uh, allemaal problemen met de PlayStation 1 uh, emulator die ze nu gebruikten. Dat de framerate niet helemaal tof was. En weet je allemaal dat, maar dat is heel technisch. Um, maar dat komt ook te maken met de architectuur die PlayStation altijd ingebouwd. Dat die niet, niet helemaal topnotch is voor... Ja, weer overzetten naar de Playstation 5. Uh, niet helemaal lekker dus. En mm. dat is toch ook wel weer een probleempje. van Als je mensen dus naar een duurder systeem wil krijgen. Maar wat je aanbiedt is niet 100% tof. Dan krijg je gezeik. Dat had je in het begin bij de Game Pass ook. In één keer moesten mensen 10 euro betalen. Voor wat? Er zat nog niet zoveel in. Er waren geen nieuwe games. Blablabla. Nu zie je dat er genoeg uh, uh, oude games is. Nou, die nieuwe games. Helaas, Starfield is uitgesteld. Maar als er maar genoeg... Content is, dan pikken mensen dat en, en je communicatie moet goed blijven. Ja. Dus ja, Sony laat daar toch keer op keer een beetje die, die steekjes vallen. En um, ja ik vind dat um, dit, dit schaatsen, laat ik ja. het zo zeggen. Nou ja, het is ook schadelijk. En het is voornamelijk ook pijnlijk om zo'n groot merk um, uh, onderuit te zien gaan. Um, ik, ik, ik heb zoiets van: Ik vind, kijk, Game Pass is duur, uh, PlayStation uh, Plus, Pro, whatever hoe het heet, ja. is nog veel duurder. Ja. Um, ik denk dat uh, het is niet ondenkbaar dat mensen gewoon wat kost dat duurste 16 euro in een maand of iets, bijna 17 euro. Ja. Ja. Nou, dat betekent wat, wat is dat bijna 200 uh, euro per jaar. Ja. Het is niet ondenkbaar dat mensen 200 euro per jaar aan Sony gaan betalen, maar die shit moet fuck. King goed zijn. Ja, precies. En er stonden allemaal nog allemaal dingen met asterix erbij, weet je. Van, Dus als er een asterix, dan moet er nog iets gebeuren. Dat stond er dan weer niet bij. Het is allemaal van dat maar soort ik dingen. Maar ik weet niet hoe jij het zegt, maar als ik 200 euro betaal voor een online service. Ja, het moet maar, en ik krijg vervolgens een uh, soort van, ja sorry, maar niet een nieuwe horizon. Die krijg je niet. Dan moet je nog een keertje 80 euro betalen. Dan ben ik in één keer klaar. Dus maar dat is ook D dat maakt het zo moeilijk om te cellen. Ik bedoel, ja. nogmaals, ik ben het ook eens met de kritiek uh, van, van, van he, dat, dat Game Pass is ook heel veel oude games. Uh, ik zag ook dat er een aantal uh, uh, bekende uh, namen zijn geweest die zeiden van, nou, ik heb mijn Game Pass even stopgezet, want Starfield komt niet uit, dit komt niet uit. Ik, ik slaat even een paar maandjes over. Het is niet dat ik Game Pass niet goed vindt, maar er is nu te weinig nieuws. Ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel, ja. uh, het komende paar maanden heeft Microsoft eigenlijk te weinig uh, content. Prima. Ik heb een jaar abonnement afgesloten, dus, maar dan had ik het waarschijnlijk ook even stopgezet. Dat, ja. dat, dat is nu eenmaal en dat is, ik denk ook helemaal niet dat Microsoft daarmee in de maag zit. Die snapt het ook wel van nou, nu zullen we dan, nu zullen we even een teruggang vinden. Maar goed, straks gaat hij weer omhoog. Ja. Sony heeft een hele lastige uh, uitdaging van ja om, om PlayStation Plus voor 20 euro of voor 17 euro aan jou te verkopen terwijl de nieuwste games er niet op staan. En hoe, hoe lang kan je oude games blijven rehashen op een gegeven moment? Heb je die ook allemaal gespeeld? Dus ja, nou je kan het zeker een tijdje blijven, reaction. het zijn leuke extra's. Maar ja. je sluit daar niet een 200 uh, euro kostend abonnement vanaf. Daarvoor heb je echt. Top notch content nodig. Ja. En het is niet dat Sony die niet heeft. Maar ze moeten het wel bij de 200 euro abonnement doen. Nee. En, dat, um, en gewoon met veel content komen. En dan, dan kan het lukken. Maar ja, we moeten het gaan zien. We moeten het gaan zien. Goed, uh, nog twee andere dingen. Uh, Twitch. Um, nou, Twitch vind ik ook de laatste tijd. Uh, maar veel dat soort bedrijven, dit gaat ook weer een beetje over uh, hoe ga je om met iets wat je niet wel gevallig is. Van onze grote vriend uh, Nakamot, Jeetor uh, uh, je die, die uh, retweet. Uh, je volgt Coast niet eens. Um, oh, dat, nou, dat moet ik niet even gaan volgen. Je volgt gewoon die tijd Ik zie zoveel mensen heen. niet. Zal ik hem even live nu volgen? Hopelijk. <laughs> wat val jij hier live door de man? Ik, ja, ja. nee, ik volg <laughs> bijna niemand. Hey, uh, Dr. Disrespect speelt. Uh, nou, je weet, het, Dr. Disrespect die is met beef weggegaan bij Twitch. Uh, yeah. Ze hebben dat geschikt. Er is geld betaald over en weer. En ze hebben allebei besloten, waarschijnlijk met een dik advocaat achter de deur, dat ze hun weghouden houden. Wat er nu echt gebeurd is. Ja. Uh, hij, speelde, hij deed mee aan een 100.000 dollar uh, Fortnite-toernooi met wat andere Twitch-streamers dus in die stream. En die streamers kregen vervolgens een mailtje uh, van de app. Nou, echt en, en dan denk ik echt, jongens, kom op. Pff, wat zielig. Uh, ze mochten de naam Dr. Disrespect niet noemen. God, en dan zeggen ze ook echt bij, a few helpful tips to navigate this tournament if you are a Twitch streamer. Use hotshot duo drop featuring Fortnite to refer to the event. Dus noem niet Dr. Disrespect. Use other names for Dr. Disrespect. Example, the two-time blockbuster video champion. Hide images... Weet je... <laughs> Why? <laughs> yeah, Mute, Dr. Disrespect in game. Ik bedoel, dit is toch de dan wil ik weten, zeg dan wat er aan gebeurd is, man. Ja, nee, maar het is de het is kinderacht verworden. Echt? Maar het, het is ook... staan er kom... erboven. Maar het is ook... Uh, uh, dit, is, dit hebben we de afgelopen twee jaar overal gezien. Pfft. Weet je? Je mocht eerst niet om de hele tijd weer over corona gaan. Maar de, er zijn zoveel dingen. Als het niet Ivermectine was, dan was het wel uh, uh, corona. Of een een of andere arts die een andere mening erover had. En het werd gewoon mm. allemaal van die platformen afgetrapt. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja. En nu heb ik zoiets van... Het lijkt wel alsof iedereen de godverdomme aan gewend is geraakt. Dat je gewoon, ja. maar, maar je, je, alles wat je niet wel gevallig is, dat je dat een monster wordt. Het, het is echt bizar. Absoluut. Maar, bedoel, dit zou je dan nog kunnen zeggen. Dit gaat dan nu nog niet eens om een mening of, of een bepaald iets wat deze man. Het is gewoon hemzelf. Hij speelt in een stream op Twitch um, en daar doet hij aan mee. Dus hij is te zien. Ik bedoel, de, het is niet eens een mening. En dan omdat hij een. Ja, ik kan daar niet over uit. Waarom Twitch dit serieus daar hier een manager en twee mensen hier nog eens een keer werktijd aan besteden... Dat deze man een paar uurtjes in beeld is geweest. Nou, weet je, weet je wat helemaal erg is? Dit Ik bedoel, er is hier maar één winnaar. En dat is Dr. Disrespect. Ja, wat leuk van. En dit, dit laat gewoon <laughs> zien hoe ontzettend Twitch uh, op zijn pik getrapt is. Door wat. Uh, door de Dr. Disney. is daar weggegaan. En het is zo'n zielige, uh, kleinzerige... Jank uh, cultuur die daar, hing, de, die daar hangt blijkbaar. Ja. Dat ze dit eruit sturen. Dat er gewoon een of andere domme PR-lul of kut daar zit. en die dit, dit, dit durft te versturen. En dat ook nog eens, keer namen gaat verzinnen, hoe kun je hem dan noemen? Ongekend gewoon, ja, Maar het is. Je, maar je wordt hier. Maar dat is het ding. Je <laughs> wordt als. als twitcher. wordt je behandeld als een kleuter. Ja. En het spijt is, het is me, ik vind het exact hetzelfde als met die corona maar waarom bedoel, weet, weet je, ik... daar werd ook iedereen nee. in heel Nederland als een kleuter behandeld. En oh, als je wat anders denkt, dan nou, hop, dan word je van Twitter of van YouTube maar en weet ik wat vanaf getrapt. Ik, ik laat het wel zeggen, het is en blijft hun platform. Dus wat je er ook over zegt. Als nee. nee, 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 maar dit is nee, nee. Ja, dat, dat Dat snap ik. Maar kijk, als Twitch zegt van het is mijn platform, dus ik bepaal hier wat we gaan doen. Ik. Dan moet je gewoon zeggen van ik zend het niet uit. Het wordt gewoon overal ervan afgetikt. Maar ga niet zeggen: van je mag het wel uitzenden. maar je mag dit en dit niet zeggen. Ja, mensen kunnen niet zomaar streams eruit. Ze, ze moeten wel zeggen wat er aan de hand is. Ondanks dat ze dat nu eigenlijk ook niet doen. Nee, maar ze kunnen toch weten wie allemaal in die stream. aan die stream. Want het was van tevoren van deze mensen die gaan dit streamen. Nou ja, dan zet je die streams gewoon uit. Want het ja. mag niet op Twitch. Maar ga niet zeggen aan die. Dat bedoel ik van: als jij een mening hebt over iets. en je wil het op een platform van iemand anders vertonen. Uh, dan vind ik niet dat je moet zeggen wat hij moet zeggen. Dan als je hem niet wil, dan laat je hem gewoon niet toe. Ook daar valt nog veel over te zeggen. Ja. Ik snap het. Maar dit vind ik het, 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 het allerstomste wat ze nou, kunnen doen. Vind, bij beide was kut geweest. Want dat was ja. ook censuur geweest. En dit is ook censuur. En het is altijd maar. Het laat gewoon zien hoe ontzettend uh, zwak ze zijn. En hoe ontzettend kwetsbaar ze zijn. Twitch heeft en problemen. Waarom gaan ze zich hiermee bezighouden? Ja, met maar, dit maar, soort maar stel je voor je, Stel je voor dat je. Uh, um, dat je werkt voor Twitch. En er wordt jou gevraagd. Jij bent verantwoordelijk voor de PR. En er ja. wordt jou gevraagd om dit te. Door te mailen. Stel je voor wat voor cultuur daar op die, op die reactie ja, of in dat zo. bedrijf hangt. Dat je dan maar denkt: oké, okay, fuck het, dan ga ik het versturen. En ja, als je in een bedrijf werkt waar zo'n cultuur hangt, ja. dat gaat niet heel lang goed. En nee. ik denk dat Twitch, eerlijk gezegd, ik denk dat, uh, uh, ja, kijk wat er goed is aan Twitch. Uh, dat is nu. Uh, YouTube is dat aan het overnemen. Uh, ik denk dat Twitch het aan het kwijtraken is. Ik denk dat Microsoft veel te vroeg is gestopt met ja, Mixer, nee, dat, dat gezegd, Ik zeg eerlijk gezegd: ja, als ze geweten hadden wat. Een Puinzooi, Twitch aan het aanrichten is, onder zijn community ja. uh, en YouTube eigenlijk moeite heeft om het over te nemen, dan was Mixer niet zo snel gekild, nee. um, maar goed. Misschien was het team van Mixer, niet... ik ja. weet het niet. Maar Twitch is uh, uh, ja, Twitch is uh, uh, pijn aan nee. ja, het lijden. Het, het is, het is, het is bizar. Uh, te bizar voor woorden. Goed, um, de laatste, um, ik weet niet of uh, inmiddels dit nog uh, ik moet hem even aan het begin zetten. Uh, dit uh, te zien was, um, ik heb weer talloze voorbeelden. Ja, het was de schiet Partij in Texas, oh, okay, waarin ja, 19 ja. kinderen zijn door uh, doodgeschoten. En natuurlijk, uh, vooral deze man, um, ja, ja, ik, ik wist het. Dit um, is Cruz. Oh Ted, for, 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 Ted Cruz. Ted Cruz. Ted Cruz ja. Um, ja, ik vind het een man uh, met de, de, een typische politicus. Uh, maakt me niet uit welke kleur je bent, maar hij is Hij, rood, heeft, hè? hij is niet dood. Rood. Nee, hij is, is uh, rode ja, Daarom, dat is Oh, dat is wel. Sorry. <laughs> Um, Vanwege zijn nee, spin, van. gewoon. Van, aan de ene kant is hij voor aborts, abortus, uh, tegen abortus en dan vindt hij ook dat uh, uh, tegen, tegen gay marriage. Maar daar gaat wel weer massaal vreemd en dat soort, weet je dat soort dingen. En, nu uh, ja, ik dacht dat hij heel populair was in uh, Texas. Hij is ook wel populair, maar het, uh, hij is ook. Vel gehaat natuurlijk weer door de andere kant. Maar goed, dat doet er even niet ja, okay, okay. Hij kwam iedereen er natuurlijk weer in New York haatte, iedereen, iedereen die in Texas was. Nee, dat, dat, dat snap uh... ik. Um, nou ja, goed. Vreselijke schietpartij, dat hoef ik je allemaal niet te vertellen. En uh, er ging natuurlijk de hele discussie over van ja, wat moet je nou doen? Uh, moet je nou uh, 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 de wapens. Uh, uh, Kijk, moet je nou wapens gaan verbieden? Of in ieder geval, want ik kwam er dus achter, wist je dat je, als je 18 bent mag je wel een, een, een AK-47 kopen of, of zo'n M16, maar niet een, een handgun. Daar moet je 21 voor zijn. Nee, dat is, ja, serieus. is dat waar? Ja, Ik ja? Ja. kan me niet voorstellen. Ja, nee, het is dus wel zo. Maar dat oh, is ja? zo'n krankzinnige wend. Anyway, um, het gaat erom... moeten we bijvoorbeeld, in ieder geval wat nu voorgesteld was... dus dat, uh, dat je in ieder geval een psychische beoordeling krijgt... voordat je het kunt kopen. Want nu kun je het in fel staten kun je het eigenlijk gewoon... Maar, we, maar komen. We, weet je deze hele shit, hè? Ik bedoel, ik, het kutte is dat die, die schietportaal... wat een gigantisch drama is, wordt dat ja. wat politiek gemaakt. Nee, weet tuurlijk. Je, dus er wordt nu, en da, dat, dat vertrouw ik er ook niet aan... er wordt nu wordt het een soort uh, ja, wel of niet uh, wapens verbieden. Terwijl ik heb zoiets van. We weten nu inmiddels. dat de politie. buiten die, dat klaslokaal. Re, zeker 40 minuten. en misschien een uur heeft staan wachten. in volledige ja. combat gear. <laughs> niet heeft ingegrepen. Dat nee. is fucking insane. Sterker nog, ze hebben een moeder gearresteerd. die naar binnen wilde rennen. Ja. Uiteindelijk is die, heeft hij de handboeien weten af te rukken. en is alsnog over het hek gesprongen. En heeft, ja. heeft de kinderen eruit gehaald. Um, die, de, weet je. Als je uh, als politie... Als je dat doet, als je zo'n prestatie neerzet... dan denk ik dat eigenlijk alles wat je verder nog over wapen uh, Nee, natuurlijk wel. en het het, 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 het het enige wat ik... Uh, hij kwam natuurlijk ook weer uh, in zijn toespraak over... Uh, van we moeten niet aan de wapenbestrijding kijken. Nee, we moeten gaan kijken naar... en hij noemde dat cy cybergaming. Ja, uh, cybergaming. Uh, cyber uh, weet je wel, violent jongeren die dus... Te, ja, weet je wel... Maar, dan, maar dan... wacht even, die, we weten nu ook over die schutter. Die, was, die had verkeerd in grote psychische nood... En uh, ik, ik heb heel veel video's gekeken erover. En mm -hmm. wat ik zo interessant vind... Wist je bijvoorbeeld dat in Zwitserland, in Libanon en in Canada... het wapenbezit uh, hoger is dan in Amerika? Mm -hmm. En dat er in die landen heb je dus allemaal geen uh, mm -hmm. uh, uh, mass shootings. In Duitsland is het wapenbezit ook echt veel groter dan bijvoorbeeld in Nederland. Ook daar heb je geen mass shootings. Maar, maar, maar heel, is... heel af en toe. Maar goed, dit soort drama's, ja. weet je? Ik bedoel, nee, gisteren uh, was er weer een. In Tennessee. Uh, maar dit keer Volgens was het. Volgens mij de... zijn dagelijks. Als je als ja, de definitie dag. is tenminste twee slachtoffers, dan gebeurt het dagelijks. Ja, er was een, ja. een uitgaansleven dat opeens twee groepen en dat was niet gang-related, maar gewoon uh, ja in ja, knallen, knallen op, elkaar. Op, een knall op elkaar, zes gewonden, zwaar 800, ja. Ja. Maar het ding is in Amerika is dat uh, je hebt daar geen vangnet, weet je, dus nee. waar, waar Europeanen gewoon veel meer of en niet eens per se Europeanen, maar dat zie je in Canada ook en dat zie je in mm. Libanon ook en andere landen waar veel wapens zit ook is. Daar zijn mensen zijn leven nog wat meer samen. Mm. Mm -hmm. Maar in Amerika is die samenleving echt uit elkaar goed. Als jij, als jij je baan kwijtraakt in Amerika, dan woon je in een fucking doos ja, nee, onder absoluut. een brug. In ja. een tentje. Weet je. Ik bedoel, that's it. En um, dat, nou, je kunt je voorstellen, dat levert uh, een, een hele gigantische grote groep mensen op die met hun rug tegen de muur staan ja. en als daar iemand tussen zit met psychische problemen ja dan dan is er geen vangnet meer nee. dan is het gewoon dan kan alles gebeuren maar dat is de essentie van het probleem en nogmaals dit is of geen politieke uitzending te zijn wat gewoon jammer is dat deze kant weer dat is iets wat mij dan eventjes opvalt is weer uh, de politici wat... het politiek maken nou, dat <laughs> dat is natuurlijk wat ze doen hè. en dat nee maar ook gewoon weer de videogames erin gooien. Ja. Van, maar wat ik zeg van, weet je wat ik iedereen zeg? Iedereen speelt, elke jongere speelt videogames in Scandinavië, in Libanon, allemaal. Ge het is daar waar het gebeurt en dat heeft dus inderdaad te maken van die die als je als je goed het verhaal van die jongen leest, gepest op school, uh, pff, was probleem met zijn moeder of nou, er waren heel veel issues en zo'n jongen keert zich in zichzelf en weet je dat, het een dat hij transgender was. Dat heb ik niet eens gelezen. Nou, het zou, het zou, maar, weet, maar vind je het oh. niet raar dat dat uit de media gehouden wordt? Zij, ik, het, ik, het, ik verdiep me niet zozeer in die jongen, omdat die jongen die staat echt. Het zijn allemaal een beetje dezelfde klachten die er zijn. Ik bedoel, mensen maar dat, doen dit niet, niet voor een lol. Laat ja, nou, ik zo ik, zeggen: ik, ik je hoort het niet omdat het uh, uh, transgender. Kom nou, ja, als dat zo zijn. psychische problemen. Ja. Maar ik vind het gewoon: ik bedoel, als alles van het leven van die jongen wordt uitgesproken: de problemen met zijn moeder, de, ja. de, de games die hij speelt, weet ik veel, zijn sociale leven, zijn leven op school. Dat krijg je allemaal te horen, maar niet. Uh, uh, dat, dat die shooters, of de, die kinderen die, uh, waarvan er een aantal uh, 9-11 hebben gebeld ook, ja. uh, zeiden van het is een she. de she is in the classroom next door. She is there. Okay. She is over there. Nou ja, als dat zo is, dan, dan ik heb dat niet gevolgd, maar dan, uh, dan moet ik dat even maar goed Ik vind lezen. het gewoon van, uh, ik bedoel, ik heb er geen mening over, maar ik vind het gewoon fascinerend dat je daar dus niks over hoort. Ja. Ik vind het raar. En ik, ik heb helemaal zoiets van, waarom zou je sommige dingen bespreken en andere dingen niet? Weet je? En dit is ook weer zo'n ding waarvan ik denk van, net als met Twitch, hè, dat Twitch zegt van... Omdat ja je, je het 100% mag niet... zeker wilt weten? Ja, maar, maar, maar er wordt over van. Ik bedoel, deze jij speculeert over wat voor is. Misschien is hij wel. Al, is die, nee, dat, dat snap ik. Maar misschien is hij ook wel homoseksueel. Ik denk wel, als je, als je goed. Dus jij wil zeggen dat alle homoseksuele moorden. Nee, <laughs> nee, maar dat is. Iedereen is zo bang voor dat label. Nee, van, ik, ja, ik, ben, ik denk niet bent... dat, dat, dat. Een goede journalist is er niet bang voor. Maar hij wil het gewoon zeker weten. En je moet het zeker weten: van... is hij transgender of is hij homoseksueel? Of heeft hij dit of heeft hij dat? Voordat je dat naar buiten brengt. Ik lees van alles en nog wat over die gast op social media. Behalve dat. En, weet, dat. en ik vind het zo raar. Maar goed, oké, okay, worden maar het, het feitelijk: het terugvallen de hele tijd op die videogames is het terugvallen op, op al die randdingen. Van wat, wat, ja. wat, wat Trump ook zegt van hij is gek en tegen gekken kun je niks doen. Nou, ik bestrijd dat. Ik bedoel, er zullen altijd mensen zijn. Maar die hele samenleving is door en door ziek. Je kunt en, 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 en om heel ik te zijn ja. in Nederland en in Europa. Ik bedoel we maar Europa, Het kan ook gaan gebeuren zeker. Nou, we zijn. Ik bedoel, we gaan hier ook hier zware ja. inflatie. Dat gebeurt nu al. Ja. We krijgen straks een hele onderklasse 20-30 procent. Wist je dat 20 procent van de Nederlanders of geen spaargeld hebben of niet meer hebben dan 2000 euro? Ja. Die mensen zijn hun geld. Al jaren. Maar die mensen die zijn kapot zo meteen. Die zijn echt ja, allemaal kapot. En dat, dat... Maar ik, je weet, ik ben altijd van de eigen verantwoordelijkheid. Hè? Ik ben het helemaal met je eens. Dus, uh, maar, uh, dat is, uh, ja. dat, maar dat is... Op het moment is... als jij het argument brengt... maar dan gaan we een hele lange discussie hebben... dat, 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 dat die inflatie eraan komt. En ik lees aan de andere kant dat uh, Schiphol nog nooit zo druk is geweest... terwijl de complete zakenreis is weggevallen. Iedereen gaat op vakantie. Ja. Terwijl iedereen weet... Mensen en iedereen kan ja kar, kar, jakkert van oh jezus. En dan moeten moet benzineprijzen, moeten moet meer dit krijgen van de overheid? En dat te en denken. Van oké, okay, ik snap het, ik snap waar je naartoe wil, en ik ben het ook helemaal met je eens. Het gaat grote problemen leven, maar mensen moeten soms ook eerst even naar zichzelf kijken. En um, het is gewoon treurig. Ik, ik word er treurig van dat er kinderen en jongeren problemen hebben. Um, ik heb zelf ook op school gezeten, ik was af en toe ook een pestkop, maar dat er dus geen vangnetten zijn voor, voor, voor dat soort jongeren die. Dat die een veilige omgeving krijgen. Maar dat is het probleem ja. met. Ik bedoel, je hebt het over eigen verantwoordelijkheid. En serieus, het is mijn lijfspreuk. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ja. Maar um, juist in deze staat Texas is dat ook een ding. Weet je, het is een beetje dat idee: van je houdt je eigen broek op. Je bent gewoon verantwoordelijk voor je eigen shit. Ja. En dat werkt totdat je iemand tegenkomt die dat niet kan omdat hij het niet geleerd heeft. Nou, je omdat, zo, je of ook misschien... dingen samen moeten. Je zult toch ook solidair moeten zijn nee, in bepaalde gebieden. En daar. Maar, daar... maar, maar dat, dat vind ik interessant. Want als je zegt, ik, ik zit er heel gauw over na te denken van, oké, okay, als je dit gaat hele andere kant, ja, nee. maar, maar als je verantwoordelijk bent voor jezelf, in hoeverre ja. stopt dat ook bij jezelf? En kun je ook zeggen van, oké, okay, misschien als je het aan kan, ben je ook een beetje verantwoordelijk voor de omgeving om je heen. Ik denk, ik dus, denk, ik denk dat dat, weet je, dat jij 80-jarige buurvrouw boodschappen doet, exact. Uh, bijvoorbeeld, of uh, omdat ze bang is om het supermarkt te gaan omdat ze daar de griep op loopt. Whatever, ja. weet je. Als je om je heen kijkt en denk je denkt van... Hey, is er iemand die hulp nodig heeft, dan help je. Maar hier uh, zie je dus van... hier was iemand die hulp nodig had... Uh, die uh, daar is niet ingegrepen. En ironisch genoeg... vervolgens waren er twintig kinderen in een klas... die hulp nodig hadden. En de politie er stond een ingegrepen. uur lang ja. voor de deur ook niet te helpen. Nee. Dus die hele maatschappij is een soort van en van mensen die niet meer willen helpen. Eén kind daar die zich met bloed heeft ingesmeerd en zich voor dood heeft geholpen, daar heeft nu uh, ja heeft is zwaar in shock. Tuurlijk. En nu is er een inzameling geweest omdat dat kind die ouders waren zo arm, die hadden geen uh, ziektekostenverzekering, waardoor ze geen. Oh. Nee, maar dat is het. Van het, 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 um... ja, nee, ik ben het met je eens. Uh, uh, van uh, verantwoordelijkheid heb je ten eerste voor jezelf, uh, uh, maar ook voor je naasten. Je kunt niet verantwoordelijkheid hebben voor de hele wereld. Dat kan niet. Maar als iedereen naar zijn naasten kijkt, misschien je straat, weet je, je omgeving, en een beetje elkaar helpt, dan zouden we al wat verder zijn. En dit soort dingen. Um, maar ik vind dat we daar in Nederland verder in zijn dan in Amerika. Ja, dat. En ik vind dat we ook laten we hopen in dat het... in in Europa doorgaans verder mee zijn. Ik weet het niet overal. Ik, ik heb niet genoeg verstand. Ik weet dat bijvoorbeeld in Zuid-Europa zijn mensen heel warm en heel hartelijk? En ja. heel familie is het belangrijkste. Nee, dat er is. In, in Nederland is dat een klein beetje weg. Maar ja. dat idee dat je dus dat die, die, die hechte familiebanden. dat is wat je nodig hebt. En het ironische, dit is een. Uh, die, die, eigenlijk die hele community is. Mexicaans. zijn Mexicanen, al, ja, en Latino's. Ja, ja. En die, die hebben dat waarschijnlijk wel in Mexico gehad. zijn ja, geïmigreerd ja, 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 ja. naar Amerika. Ja. en zijn die, dat socia die sociale cohesie kwijtgeraakt. Ja. Ah, het is een groot drama. Maar inderdaad, videogames. Uh, ja, nee, dat, en, en, dat, dat, sorry, dat is hoe ik het aan <laughs> elkaar wil plakken. Maar als dat, als dat wegvalt, als je die sociale contacten niet meer in het ja. echte leven hebt, dan is het ook misschien logisch dat je dat online in videogames gaat zoeken. Ja. Dus maar wat je, wat, wat je dus, dus nu ziet, is dat die, die, het was een, 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 een commissaris en, en Ted Cruz en nog een aantal anderen die dat zeiden, videogaming, gaming, cybergaming, cyber bla, bla, bla. Ze weten het ook niet meer. Nee, en dan is natuurlijk. het heel makkelijk om altijd, uh, ja... Ja, maar die jongeren spelen allemaal videogames en, en, slechte, en, 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 en die shit op YouTube. dat is ook heel slecht voor ons en dat soort dingen allemaal. Ja, maar het maar, is hetzelfde als wij hier. Ik bedoel, wij zitten toch ook te. En ik ja, maar het dat is dus weer van, die, ah, die Amerikaanse. Allemaal gek. Nee, maar <laughs> dat is die verantwoordelijkheid. Jij ja. hebt de verantwoordelijkheid dat je dat soort dingen samen met je kinderen bekijkt en dat je dat channelt naar de, en, ja. en, en, en dat je dus samen als ouders met zo'n jongen of meisje of wat het dan ook is, kijkt van hé, hey, waar heb je problemen? Hoe gaan we de, dat zo'n school. Dat ziet en samen iets doet. Maar iedereen trekt zijn pootjes terug. Van ja, ja pff, jezus, jongens, ik heb al genoeg stront om me heen. Ik, ik heb daar even geen zin in. Of daar, daar ga ik me niet aan stoten. Want als ik dat doe, krijg ik daar weer problemen. En dan ga je dit krijgen. En dan ga je excuses zoeken. En ik, ja, we gaan het er ook niet te veel meer over hebben. Over Want het is het. Is, het, is, het, is, het is een, een, een misselijk van jonge, 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 jonge. Jonge, Zeker je, als je kinderen hebt. En het is zo makkelijk scoren allemaal. Hè, want uh, ja, goed. Levert je op. Goede week. Goed. Volgende week, nieuwe piepje.